Hallo iedereen, welkom op mijn YouTube kanaal Sherelva. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en te liken om op de hoogte te blijven van alle ins en outs. Vandaag wil ik een video opnemen over mijn geboorteplan of geboortewens. Ik ben momenteel 37 weken en 4 dagen zwanger en ik wil deze plan met jullie doorlopen. Natuurlijk heb je je bevalling niet 100% in eigen handen. Het kan altijd anders verlopen dan hoe je het voor ogen had. Maar het is toch wel fijn om bepaalde dingen, jouw wensen, jouw verwachtingen op papier te zetten. Zodat het personeel, je partner ook op de hoogte is van hoe je dingen voor je ziet. Wat betreft pijnmedicatie, wie er aanwezig is of niet. Dat je in zekere zin op de hoogte bent van wat er staat te gebeuren, als er bepaalde ingrepen worden gedaan, dat je ook weet wat de gevolgen kunnen zijn en om toch wat ontspannender de bevalling in te gaan. Hier is hij dan, mijn geboorteplan. Deze heb ik van de verloskundige gehad en ik heb hem ingevuld. Als eerste, wie mag er aanwezig zijn? Nou, in België mag er maar 1 persoon aanwezig zijn. Het is weer anders dan in Nederland. Mogen er meerdere personen aanwezig zijn. Dus voor mij is het heel simpel. Dat is dus mijn partner. En verder het personeel. Ik wil geen stagiaires. Niet te veel mensen in en uit. Ik wil gewoon in mijn eigen bubbel blijven. En dat het gewoon zen en rustig en kalm in de kamer is. Dat vind ik belangrijk. Dan een puntje foto's of video's. Ik wil wel dat het vastgelegd wordt. Dat er wordt gefilmd, dat er foto's worden gemaakt. Dit mag mijn partner doen of het ziekenhuispersoneel. Dus dan kan ik daar altijd later op terugkijken. En dan hebben we weeën opvangen. Wat ik al net zei is dat ik het belangrijk vind dat het rustig is in de kamer. Dat ik gewoon in mijn eigen bubbel ben, niet te veel mensen in en uit, niet te veel lawaai, dat ik mijn eigen muziek heb, gewoon tot rust kan komen, gedimde lichten zijn, dus niet felle TL lichten en dat het niet al te medisch is, maar dat er misschien een beetje een huiselijke setting gecreëerd kan worden. En ik wil ook verschillende houdingen uitproberen. Ik wil niet in bed, liggend in bed bevallen, omdat dat toch het minst comfortabele houding is om in te bevallen. Want je ligt recht. Dat is niet natuurlijk. En dat is tegen de zwaartekracht in. Je blokkeert ook het geboortekanaal en je bekkenbodem. Dus graag op handen en knieën. Of een barkruk. Of gewoon zo'n yogabal willen proberen om ook weeën te kunnen opvangen. Een douche nemen. En op stipt op nummer 1 zou ik toch een badbevalling willen hebben. Omdat ik hier thuis in bad ook tot rust kan komen. En ik denk ook dat het heel erg relaxed is om daarin de weeën op te vangen. En ik wil ook een draadloze CTG aansluiting. Dat zijn banden waarmee je je weeën, je contracties en het hartje van het kindje kan monitoren. Dus dat zou ik draadloos willen hebben, zodat je dan niet vastzit aan apparatuur, maar dat ik wel gewoon vrij kan bewegen en dat ik niet op één plek hoef te blijven. Dus als dat mogelijk is, zou ik dat heel graag willen. Oh ja, ik wil ook geen inwendig onderzoek. Dus dat ze iedere keer gaan voelen hoeveel ontsluiting ik heb. Ik vind dat niet echt heel erg belangrijk en ik denk ook niet dat het heel erg bevorderlijk gaat werken of zo. Of misschien voor hun, dat ze misschien een beetje een idee hebben van, oh, zij is zo ver en dit is de volgende stap. Dat is ook een beetje hun protocol. Maar ik denk niet dat dat heel veel zegt over hoe ver je bent in de bevalling. Hoeveel ontsluiting je hebt. Want je kan net zo goed 2 uur doen over 1 centimeter ontsluiting. Maar ook in een half uur ineens 5 centimeter ontsluiting krijgen. Dus dat zegt helemaal niks over hoe ver je bent. En het kan ook heel erg ontmoedigend werken. Dus ik vind dat niet echt
heel belangrijk dat ze daarvan onderen gaan toucheren of gaan voelen. En dat zou me alleen maar op de zenuwen werken. Dan hebben we het puntje pijnbestrijding. Ik wil alles zo natuurlijk mogelijk, tenzij het kindje in gevaar is en ik in gevaar ben. En anders hoeft het voor mij niet. Irritatie, als dat kan helpen, een massage. Ik wil geen epidurale, geen ruggenprik. Omdat dat ook heel veel negatieve consequenties kan hebben op het kindje. Lage bloeddruk, hartslag kan naar beneden gaan, kan koorts krijgen. En je lichaam wordt gevoelloos van onderen. Je kan er op een later moment ook nog last van krijgen. En nee, dat is voor mij niet... Ja, de moeite waard om... Kijk, ik praat nu wel heel gemakkelijk, maar als ik er nu over nadenk, liever niet. Dus dat is voor nu gewoon mijn keus. En ieder daarin zijn eigen keuze, hè. Als je daarvoor kiest, alle respect daarvoor. Ik wil mijn baby laten opvangen door mijn partner. En als hij dat niet ziet zitten, dan wil ik dat gewoon zelf doen. Het lijkt me gewoon een heel mooi moment om zelf je kindje in ontvangst te mogen nemen. Ik wil ook dat de navelstreng wordt doorgeknipt door mijn partner. En ook dat de navelstreng wordt uitgeklopt. Dus dat het niet meteen wordt doorgeknipt, maar dat er ongeveer na 10 minuutjes, wanneer het eigenlijk blauw kleurt en alle voedingsstoffen en bloed van mij naar het kindje is gegaan, gestopt is. Want dat zijn toch de laatste voedingsstoffen die ik het kindje kan meegeven. Volgens mij helpt dat ook wel tegen ijzertekort bij het kindje. Dus het heeft heel veel voordelen om de navelstreng niet direct door te knippen. Dus wanneer het kindje ter wereld komt, gewoon meteen op de borst leggen. En dan nadat het is uitgeklopt, dan mag het doorgeknipt worden. En ik wil ook dat de navel niet wordt gedesinfecteerd met alcohol. Ik heb ook gehoord dat het niet echt een meerwaarde heeft om het met alcohol te desinfecteren. Als je het eenmaal doet, moet je het blijven doen. En als je het niet doet, moet je het gewoon droog houden. En ja, dan zal het vanzelf wel, de korstjes wel wegvallen en helen. In plaats van zo'n grote navelklem wil ik een kortring. In sommige kraampakketten wordt het meegeleverd, maar deze heb ik gewoon zelf gekocht online. Dat kan heel gemakkelijk, dat is 3-4 euro. Het is gewoon veel gebruiksvriendelijker voor het kindje, maar ook tijdens het verschonen van de luier, dat die navelklem niet in de weg zit en zorgt ook niet voor irritaties. En ja, dus deze wil ik in plaats van een navelklem, een kortring heet het. Ik wil ook meteen huid-op-huid contact. Ze noemen het eerste uur het gouden uurtje. Dus dan wil ik gewoon lekker knuffelen met de kleine. En mijn partner ook. Dat ons momentje wordt om ja, de baby lekker dicht bij je te houden. Ik wil ook niet dat de baby een mutsje opkrijgt direct. Omdat de baby zich wel aanpast aan mijn lichaamstemperatuur. En ik natuurlijk ook oxytocine aanmaak en de kleine ook. En dat zo samen kan smelten, het idee is gewoon mooi. En met een mutsje op belemmer je dat eigenlijk. Dus dat is ook weer zo'n gewoonte wat direct wordt gedaan, mutsje opzetten. En, ik wil dat ze daar even mee wachten. En ook natuurlijk aan de hand van lichaamstemperatuur van die kleine. Als die dat nog niet goed kan reguleren, dan snap ik wel dat ze een mutsje opdoen. Maar het is nu gewoon hartje zomer. Dus ik zie daar nu ook nog niet de meerwaarde van in. Dan hebben we een voedingskeuze. Ik wil borstvoeding geven omdat dat gewoon de beste voeding is voor de kleine. Als ik dat kan geven, wil ik dat zeker proberen. Weet je, dat is ook niet gegeven dat je dat kan doen. En dat je melkproductie meteen in gang komt. Ik bedoel, zitten alle voedingsstoffen en mineralen in wat het kindje nodig heeft. Wat niet in kunstvoeding zit. Dus ik wil dat zeker wel doen. En in combinatie met het kolven
Dus zodat mijn partner ook gewoon een flesje kan geven. En dan hebben we communicatie. Ik vind open communicatie heel belangrijk. Ik wil bij alles betrokken zijn. Alle ingrepen, alles wat ze willen uitvoeren. Daarvan wil ik op de hoogte zijn. Ik blijf. Als het zou kunnen wil ik dat mijn partner blijft slapen. En, maar dat hangt ook weer af wat voor kamer je neemt. Hier in België verwachten ze dat je 3 dagen blijft bij een gewone bevalling en bij een medische bevalling. Waar er bijvoorbeeld sprake is van een ruggenprik of iets anders heftigs, dan moet je 5 dagen blijven. Maar ja, zolang dat niet nodig is, wil ik gewoon zo snel mogelijk naar huis gaan. Dat vind ik nog belangrijk. Nou, ik zou graag een badbevalling willen. In het ziekenhuis waar ik ga bevallen hebben ze, als het goed is, maar 1 bad. Dus ja, fingers crossed dat die beschikbaar is wanneer ik daar gebruik van wil maken. Bij de geboorte direct huid-op-huid contact. Dat heb ik er nogmaals bij vermeld. En ik vind het ook belangrijk dat mijn partner overal bij betrokken is ook. En dat hij ook overal bij aanwezig is. Dus dan worden onderzoeken gedaan. En ze gaan hem wegen, prikjes geven, wat dan ook. Dat hij een oogje in het cel kan houden. Ik heb een eigen kortring die ze mogen gebruiken in plaats van navelklem. Zo, dat was in een notendop mijn bevalplan. Dit is hoe ik erin sta en ik zou het wel aanraden om ook zo'n plan te maken. Ik bedoel, het hoeft niet zo gedetailleerd, maar dan heb je toch een soort van in handen hoe je het wilt hebben, de bevalling, voor de bevalling, tijdens en na de bevalling. En ja, dan ben je toch wel een soort van voorbereid. En ja, mocht je nog vragen hebben of iets dergelijks, laat het zeker weten in de comments. Vergeet niet te abonneren en te liken. En dan zie ik jullie in het volgende videootje. Doei!